Nou, hier zit wel één in. Where my sorrow goes, there I'll be. Water runs up through my door. Can't wash it. Dit is het doemstok van mijn grootvader. Er staat doem op, de breedte van doem. Zoals je ook maakt. Dat ging altijd goed. Zolang je maar bij eenzelfde klompenmaker bleef. Als je naar een andere klompenmaker ging. Deze bijvoorbeeld. Die had ook een doemstok gemaakt. Nou, als je dat dan naast elkaar legt. Dan zie je het verschil al. En dat ben gereedschap dat mijn vader 30 jaar mee werkt, dat mijn grootvader nog mee werkt. Dit is echt het oude vak. Zoals het altijd ook hier ooit begonnen is. En er was heel veel zichtwerk natuurlijk. Hè. Dat was, gelukkig nog een stukje hobbeling wat dan mooi werkt. Can't wash it with me clean. You're my childhood. Dirt on the floor. Crossing that river again.
bepaald moment, dan gaat het heel erg licht. Ja, en dan schiet hij de deur. Dan zit ik door ongeveer. Zo had die klompenmaker meer dan 15 stuks gereedschap nodig om zijn klompen te maken. Teenmes, een mooie grote krul eraan. Speciaal voor je tenen voor in de klomp zitten. Om die ronding ook mooi glad te maken. Want dat is het moeilijkste stukje van de hele klomp. Deze, dat is een geperst stukje carborundum. Hele fine, maar is nog wel 500-600 keer zo grof als deze. Ondanks dat het hele fine is. Maar voor het grove werk, voor de beeldenslippen en grote mes, dan gebruik ik dan deze eerst in voor. En dan pak ik een lader met die nog. Zo. Nou, ik vind het al een redelijke klomp. Dan zeg ik het zo. Ik dacht, de klompen maken weer wat. Je moet er een mooi ding in snijden. Een speciaal mesje voor. MTV Drenthe.